We hebben natuurlijk in 2016 eigenlijk best goed jaar gehad in Rotterdam. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met in 2010, toen hadden we bijna niks meer. Hè. Toen ging wat dicht, toen ging de Corso ging even later ging ook dicht. En nu hebben we gewoon eigenlijk, in jaren dat we het eigenlijk in Rotterdam zo luxe hebben, dat we gewoon meerdere clubs hebben, zoals Annabel, zoals Transport, Bird, Bar, Trash, en volgens mij vergeet ik er nog een aantal. Als we kijken naar trends van DJ's in Rotterdam, op wie we echt moeten gaan letten, dan wil ik die wel indelen. Als je meer kijkt naar een goede eclectische DJ die ook nu aan het produceren is, dat is Mo Jacob. It's better to love and then lost than never to love at all. If that was true, I wouldn't be drinking this alcohol. Every relationship failed or taken. Iemand anders, dat is als je meer naar de UK kijkt, naar de UK, UK House, UK Bass, dan zouden we toch moeten kijken naar DJ Blaze. Als laatste, dat is meer een house duo. En die heet 25 Places. Dus dat is ook een act, een DJ act in ieder geval, een DJ duo. Die we aankomend jaar in 2017, waar ik van verwacht dat zij flink zullen schitteren. Rotterdam is gewoon een arbeiderstad. Men werkt door de week keihard. En men zoekt gewoon hun uitlaat in het uitgaan, snap je? En daarom is denk ik ook dat stap in Rotterdam dat ook zo tof maakt. Juist doordat juist iedereen die ontlading zoekt in het weekend. Intimiteit. Dat is 2017. Klaar. Dat is niet, toch? Dat...